het af en die dubbels moeten we doen. Sluiten het af, want we gaan weer terug. 58. Ja, Michael van Gerwen. Toen we uit de tweede pauze kwamen, stond hij 7-3 achter. En moest hij Phil Taylor nog drie keer breken. Dan ging het over aan tafel toen. Hij heeft het gewoon in één sessie gedaan. Met hulp van Taylor inderdaad. 60. Maar goed, het maakt niet uit. Hij heeft het gedaan. Ja, het is iets wat je bij Taylor niet zo heel vaak ziet hoor. Dat hij zo'n grote voorsprong dan zo makkelijk weggeeft. Omdat hij met name zelf dingen mist. De ergste tikken die je kunt uitdelen zijn de tikken die je zelf uitdeelt. Finishpercentage is gezakt naar bijna 30. Er staat op 40%. 134. Goed, neemt niet weg dat Taylor zich in al die legs natuurlijk wel kansen creëert. Hè? En als hij gewoon blijft gooien zoals hij nu gooit, dan gaat hij zich die kansen ook blijven creëren. 139. Ja, en Taylor is niet de enige die wel eens een pijl op een dubbel gemist heeft deze wedstrijd. 55. Like we require 70. Op belangrijke momenten. Nou, Taylor laat nu 149 over. Van Gerwen. 32. Toch weer een kans. Een ja, kleine. Maar goed. De legs hiervoor stond hij gewoon na 12 pijlen. Die heeft hij nu gegooid eigenlijk op een dubbel. Nu is het 149. 97. Nou, boom. Michael van Gerwen. 9-7 en 6 legs op rij voor Van Gerwen. Die heeft hij ook maar weer binnen. Ja, kijk eens even aan. Kijk eens even aan. Echt op de vierkante centimeter. Nummer 7. Het is altijd lekker als je dat meteen kunt doen in de leg van je tegenstander. Hoewel die tegenstander natuurlijk zelf ook best goed begonnen was. Ja, en ook best goed doorgaat. Taylor moet deze leg wel houden nu hoor. Want anders wordt de achterstand gewoon echt te groot. Dan komt er twee breaks achterstand. Momentum ligt al bij Van Gerwen. Op een gegeven moment kun je het niet meer stoppen. En dus moet deze leg binnenboord blijven voor deze man. Ja hoor. Wat een leg van Taylor. 140, 139, 180. 96. Toch krijgt hij niet veel ruimte. Hij moet uit met deze pijlen. Hij heeft inmiddels 9 pijlen op rij gemist op de dubbel. Dat is 10. Maar 11 gaat erin. Precies. 9-8. En een 12 darter voor Taylor. Het moest ook uit een 12 darts. Gerwen stond op 85. Druk het gaspedaal toch weer even wat verder in hoor, met z'n tweeën. We zitten er in zo'n fase dat missen moeilijker is dan raken. 96. Allebei 7 keer 180. Taylor op 56 in de leg die Van Gerwen begonnen was. 94. Om het initiatief weer terug te pakken.
Veel Taylor. Oh, Taylor. Wat mis je veel dubbels. Van Gerwen gaat naar Tops. Die krijgt daar één pijl voor. Stapje opzij. Ik had hem eigenlijk al opgeschreven. Geen 10-8. Maar 9-9. Taylor is terug. En ineens is het heel druk daar aan die tafel. Iedereen wil water. Ja, wat hebben we gesmuld van de finale van het vorige toernooi. Van Gerwen tegen Anderson. Het was een spektakelstuk van de bovenste plank. We krijgen er weer eentje voor ons kiezen. Kan toch bijna niet anders dan dat dit tot een gaatje gaat, zou je zeggen. 140. Nou. 140. Hij heeft het initiatief in de wedstrijd weer terug, Taylor. Maar voor hoe lang? Ja, hij heeft het initiatief in deze leg kwijt. We hebben triple nodig om het beter weg te zetten. 60. Nou ja. Dat is nog niet zomaar gedaan, 121. De 61 is toch nog wel een stukje lastiger. 43. En maar 43. Dus Van Gerwen. Triple 20 er al in. Naar dubbel 14. Ja hoor. We doen er gewoon nog een finish van boven de 100 bij. 121 op het moment. Dat Taylor met twee legs achter elkaar gepakt heeft. Ik denk dat hij weer aan de touwtjes trekt in deze wedstrijd. Nee hoor, zegt Van Gerwen. Ik breek je gewoon meteen weer terug. En dan dit. Erachteraan. Dit is toch wel smul hoor. Het is ongelooflijk. Het lijkt zo makkelijk als je dit ziet. Er staat toch een beetje druk op. Er is van alles. Hè? Die zaal achter je, de prestige, het prijzengeld. Dan denk je van, nou, daar word je toch zenuwachtig van. Ja, en vergeet ook niet, Jacques, hoe vaak gaan we dit nog zien? Een grote finale tussen Michael van Gerwen en Phil Taylor. We weten het niet. Nee, het kan, iedere keer kan de laatste zijn. Dat klopt inderdaad wel. Triple 18 en bullseye voor Van Gerwen, nee. En dus komt Taylor weer terug voor 128. Blijf dicht bij elkaar. Ook hij kijkt naar de 18. Enkele gegooid, triple 20 en bullseye. Ja, bullseye voor Taylor voor 10-10. Hart van de triple 20, maar niet. Hart van de bullseye. Helemaal geen bullseye. Eén pijl voor de dubbel. Naar top. Niet naar top. Ja, zo is dit een zenuwslopende affaire. Weer die derde pijl voor Taylor. En weer die derde pijl niet. Hij begrijpt er helemaal niks van. Ja, dit was de 20e leg inderdaad.
Van Herwe heeft het initiatief meteen weer teruggepakt. En uiteindelijk kan hij ook nog een lekje verder uitlopen. 11-9. Knap. En we gaan weer snel terug. Kozai zak. Veel Teler had al klaar kunnen zijn. Had hij al klaar kunnen zijn? Nou, volgens mij had hij nog net niet klaar kunnen zijn. Maar hij had wel op 15 kunnen staan al. Hij heeft 6 legs. Eerder op dubbel gestaan. Of in ieder geval pijl op dubbel gehad. En die legs zijn gewonnen door Van Gerwe. Aan de andere kant, Van Gerwe heeft er ook 3 gehad. Die hij had kunnen winnen. Die naar Teler zijn gegaan. Dus. Ja, dat moet je er eigenlijk wel weer in verdisconteren dan. Maar goed, laten we samenvatten en zeggen dat Teler er beter voor had kunnen staan dan nu werkelijk het geval is. Ja, zeker. En de Teler, maar dat zeiden de heren aan tafel ook, de Teler van 3-4 jaar geleden, die had hier waarschijnlijk al klaar geweest inderdaad. Maar ja, het is 2015 en geen 2010. En Teder heeft ook heel lang in deze positie gezeten waar Van Gerwe nu in zit. Hè? Dat hij degene was die boven in de boom zat. En dat de rest er niet aankwam. En dan zitten soms ook dingen mee die als het wat minder gaat, zitten ze hier niet mee. Geluk dwing je ook af. Van Gerwe voert de druk maximaal op Teler op 318. Met zijn 9e maximale score. Teler 1 pijl voor tops. Er voor zijn doen. Redelijk ver boven. Kans op de break via dubbel 18. Ja hoor. En dan is het definitieve breekpunt dichtbij. Van Gerwe heeft nu 9 van de laatste 11 legs op zijn naam geschreven. 96. Na een 7-3 achterstand. Hier gaan we ze in ieder geval beide in actie zien. De Premier League van 2016. 16 speelweken. En voor het eerst volgend jaar in Nederland. In Ahoy in Rotterdam. 12 mei. Kaarten waren binnen het uur uitverkocht. Het zit ongetwijfeld helemaal vol. En we gaan er campagne voor voeren. Oranje moet het worden in Ahoy. Ahoy kleurt oranje. Dat wordt onze slogan. Ja, we gaan het meteen ook even ondersteunen op Twitter. 135. Van Gerwe heeft de regie nu definitief in handen, lijkt het. Je ziet het aan de manier ook een beetje waarop hij gooit. Het lijkt allemaal net even wat harder, net even wat strakker. Toch blijft Teler echt wel in de buurt. 20 en tops voor Van Gerwe. Mist dan toch weer een pijltje. En dan kan Teler toch weer proberen. Naar dubbel 16. En nu valt hij er wel een keertje in. Van Gerwe wilde al gaan staan, maar Teler kijkt naar hem zo van ja, het is mijn beurt hè.
60. Verwerven in de dubbele cijfers. In de leg die Taylor was begonnen. Ja, dan is hij net gebroken voor Verwerven. Dan komt hij er toch meteen weer overheen geklapt. En kijk naar dat gemiddelde. Dat is steeds verder naar elkaar toegekomen. Taylor nog altijd prima hoor. Ruim 102. Maar Verwerven komt die richting nu ook op. De laatste drie keer dat... Nee, de laatste twee keer dat Taylor Verwerven wist te breken, brak hij ook meteen weer terug. Ja, dus komt hij nooit echt weer helemaal terug. Ja, deze is mooi voor de cijfers, maar in principe heb je er niks aan. Tenzij, dan heb je er ineens toch wat aan. Als Verwerven ook drie mist. Hij gaat naar de boel toe, denk ik, Taylor. Ja, boelzaai gegooid. Waar gaat hij naartoe? Hij gaat naar tops. Wow. Eén pijltje heeft hij. En die gaat er wel in. Phil Taylor is weer terug. Het doet er niks voor jou, hè. Dit is zo knap. Dan krijg je net zo'n lel om je oren. En dan boem, meteen die 180 er weer in. Ah, we hebben wel een finale, zeg. Oh. Zes darts om 187 terug te brengen naar nul. 137. De grootste hap haalt hij er vanaf met de eerste drie. Maar Taylor komt niet op een finish. Nee, leg 13 gaat door Verwerven wel binnengehaald worden. 18. Daar heeft hij nog wel even tijd voor. Dit moet dan toch zo langzamerhand een beetje het gevoel zijn dat Van Barneveld vanmiddag had tegen Taylor. Ik kom er maar niet bij. Nee. 100. Wat had hij moeilijk die eerste 10 legs van Gerben. En daarna ook nog niet eens altijd even makkelijk. Maar beide heren hebben 35 pijlen op de dubbel gehad. Van Gerben 13 raak, Taylor 11. Taylor weer als eerste op een finish. 81. Gaat voor de boel, denk ik. Nee, toch voor triple 19 en dubbel 12. Dubbel 6. En het is inderdaad 13-12. En dat betekent dat we nog één keer gaan pauzeren. Want de heren gaan erna 25 legs af. Nog maar 6 maximaal te gaan. Tot zo.
RTL 7 Darts geeft jou de unieke mogelijkheid om in december samen met een vriend naar het WK Darts in Londen te gaan. Inclusief reis en verblijf.